We staan hier bij de ingang van de Glanenbrug en we zijn op zoek naar... Ja, de man heet Menne de Jong en hij schijnt hier achter de voetbalvelden ongeveer elke dag te zitten om stokken te snijden. Goh, stokken. We hebben een tip gekregen van een mevrouw uit Glanenbrug. We gaan eens kijken of we hem kunnen vinden. U bent een halve beroemdheid hier in de buurt geworden. Nee. Als ik zie, de oudere mensen, die kent me misschien. Want je zit hier echt elke dag volgens mij. Elke dag. En waarom doe je dit niet gewoon thuis dan? Ja, ik heb er nog nooit, ik moet nog zitten, dan mag ik niet meer gaan lopen. Waarom doe je dat hier? Ja, ik ben alleen. Ja, en waarom mag ik dat hier dan nou doen? Zelf even een prooitje. Ja, een prooitje maken, dat is heel anders. Maar als ik nog goed had kunnen lopen, was ik hier nooit terecht kom. Want dan had je het tijdens het lopen gedaan, want dat vertelde je. Hè? Het begon tijdens het wandelen, begon je die stokken te snijden. Ja. Toen ben ik daarna weer met begonnen. Ik denk weer, en toen scoort me dat in de graan. Van vroeger deed we dat om jongens onder elkaar. Nou, en toen ben ik er weer met begonnen. Dan liep je ook zo een uur, dan had je helemaal niet in de gaten dat zo laat was. En hier precies zo, hè. Als ik één keer een snijden mee. Dan is een uur zo pleider, dat is zo erg. Maar ik doe er misschien wel 15 uur over een stok. En uiteraard is het dan wel langer. Maar even zeggen, je moet er ook niet verder druk op maken. En dan heel nog, die zeggen, ja, maar hoe kom je er dan zo bij? Ik zeg, ja, zo gauw had me wat in de gedachten. En het kan in een rond stuk hout, zoals in een stok, kun je dat insnijden. Ja, dan sneek dat er gewoon in. Maar verder, ja. Menne, luister, want dit zijn geen officiële Twentse goorstokken. Nee. Dit is gewoon een eigen idee, maar dat zijn geen goorstokken. Goorstokken, dat zijn de echte goorstokken die al uit de natuur worden kan bevoelen in mijn red. Dat is die gedraaide stokken. Ja. Nou god, van boom ben ze maar zo dik en dan loopt ze naar beneden en dan komt ze gewoon, ja, dan ben ze misschien wel zo. En dan is dit stukje glad en worden kan bevoelen. Het begint te groeien zo. Nou, dat en dan nog verloop van jaren, dat is niet een half jaar. Daar gaat jaren overheen. Ik heb een keer een aan Walter Kelder gegeven. En die man die zeurde me altijd op zijn stok. Ik zei, je krijgt niet zijn stok. Hij zegt, hey Menne, is die stok verroos? Heb je nog zo'n stok? Heb je hem nog niet klaar? Ik zeg, die krijg niet. Ik zeg, maar ik heb wat een andere. En toen is die jongen metgegaan. En die heeft hem, ik zei, hier word je hem. Oh, hij zei, ja. Dus en die trof ik later in de kantine bij Jellemark. Maar er zat eigenlijk geen een aan die tafel en er stond een hele mooie stok, zo'n goorstok. Ik dacht, oh, wat heeft die kerel een mooie stok. En toen kwam hij bij hem zitten. Ik zei, misschien wat mooie sokken dat zo zit. Hij zegt, weet je wat voor sokken dat is? Ik zei, ja. Hij zei, die heb ik van hoe gekregen. Die heb ik van hoek gekregen. Ik zeg, is dat die stok? Och, wat een mooie stok was dat. Prachtig. Ja. Hé, maar Menne, even naar die motiefjes. Want hoe kom je op die motiefjes? Ja, ik ben aan het snijden. En dan denk ik, ja, maar moet er nog meer bij snijden? Nou, dan doe ik dat zo. Beste dikke knuppel, die jij bij de achterdeur staan, hè? Maar het is heel simpel. Maar die jij bij de achterdeur staan, die dikke knuppel? Die heb ik bij de vuurdeur zo. Maar ja, als je kunt op de bel drukken, ik weet het niet meer. Ik ben zo door van een kwartel. Gelukkig misschien, ja, van de ene kant. Maar het is vervelend. Het is wel gebeurd, dat doe ik niet. Oh god. Dan doe ik het nooit weer. Als ik niet meer weg kan komen, ik heb mazzel dat ik die oude auto heb. Anders kom ik de deur niet meer uit. Als ik die stokken, voor elke stok die ik weg heb gegeven, heb ik later gehoord dat 20 euro kreeg. En dat ik een splinter nieuwe auto kunt kopen.